Goedemorgen. Goedemorgen. Sam ook weer in het dorp? Ja. Ach. Dan gaan we weer 15 minuten zo. Dit hebben we gewoon precies dezelfde gezeten vroeger. Ja. Zo hebben we gezeten. En zo worden we weer teruggeplaatst ook. Mooi dat het helemaal hetzelfde terugkomt. Ja, leuk dat het dan weer terugkomt daar. Helemaal pas. En dan hebben we een Lamborghini gezeten, denk ik. Als ik dat zo zie. Of is dat alleen maar om daar te nagelen? Ja, ik denk dat daar spijkers hebben gezeten. Ja, precies. Maar dat komt natuurlijk. Ja, maar omdat er ook hier zo'n. Ja, op die hoogte. Er komt wel weer een lijst, werk natuurlijk op de onderdorp. Ja, precies, want pas precies aan de dorp op. Dus dat is wel weer een beetje op dezelfde hoogte in principe. Ja, ja. Dus dat zou misschien ook nog kunnen noemen. Mooi hoor. Het past precies in, met de corbeel ook. Ja, leuk. Dus jullie gaan het helemaal aftimmeren hier al. Ja, in de oude, in het oude spul terugbrengen. Het beste ook helemaal opknappen. Ja. Mooi, Sam. He? Nou, ik heb het niet gemaakt, maar Jesse heeft het gemaakt. Heb Jesse dat echt helemaal zelf gemaakt? Ja, daar sta ik het erin te timmeren, maar ik heb het niet gemaakt hoor. Het is een leerling van jou, ja. Jesse. Nou, toen van Bart, maar. Maar jij, ja. jij geeft hem les. We zijn samen aan het timmeren. Hé, hey, Jesse, heb jij dat gedaan helemaal zelf? Ja. Nou, dit wandje. Prachtig. Wordt leuk, hè? Ja, heel mooi. Het is een beetje los, maar als je zo meteen timmert, dan zit het vast. Dan hebben we die misgelijnd. En deze gewoon in het midden. Dus. Ik zou niet hier timmeren, want dan, dat is te zwak. Dus alleen in het midden en aan deze. En daar hebben we deze plank hebben we gelijmd. Die komen er. En die komen daar ook. Wel brede delen, mooi, hè? Ja, mooi. Mooi hoor. Deur nou. Hier wordt gekrapt. Ja, dat moet eraf. Het plafondje van de. Van de Westee, hè? Ja, van de Westee. Van de Westee. Daar hebben we wel een hondje gezeten tussen het blauw en het grijze. Oké. Okay. Daar heb ook wat gezeten, schotje. Ja, want die Westee waren niet zo breed, natuurlijk. Nee, ja, we weten niet precies hoe het gezeten is. Net wat jij zegt, er is natuurlijk daar op een schotje gestaan. Ja. En er lagen twee mensen naast elkaar, althans, zaten. Ik ben niet daarom. Hey, je hebt ze al genummerd ook? Ze waren al genummerd, want het was een heel mandje. Oké, okay, een heel mandje was het. Ja, dit is nummer 4. Kijk eens hoe mooi. Hey, je hebt de uitslag gemaakt hoe je hier moet worden. Ja, die staalplaat, eentje is nog oud, hè. Ja, dat heb ik gezien. Ja, die lag als vensterbank. En dan wordt het. We hebben exact dezelfde steden kunnen kopen. Mooi. Ja, nou, water ik hem even goed. Ja, zal ik dat even doen? Nou, voor hartstikke mooi. Ja, dat heeft natuurlijk de hele tijd droog staan. Prachtig. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen, hè. Ziet er goed uit, man.
Dankjewel. Joh, moet je kijken. Kijk, nu zie je dat er ingevreesd is voor de hechting. Je hebt het nat gemaakt. Ja, dan hecht het even bij de. Hecht het even bij de, ja. Die lijn bedoel je? Ja, dat plosje. Geinig, hè? Hm. Je kunt zien, dus de lijn heb je afgetekend. Het wordt een pracht. Regent pijpen stelen. Nou zit er bijna in. Tom heeft goed zijn best gedaan. En dit is origineel. Zo op het gezeten. Mooi, hè? Mooie stookplaat. Mooi, hoor. Nou, nog tegeltjes er tegenaan. En boven wordt hij hier of zo wordt hij betimmerd. En dan komt een kraaltje langs hier zo. Mooi hoor. Wordt helemaal van hout. Nee, Sam, je bent nooit. Bezig met de kastenwandjes. De kastenwandjes, de hoogjes aan het maken natuurlijk straks. Ja, die lopen komt. Dan door. Ja. En aan die kant natuurlijk ook. Ja. En als ik dat dan voor elkaar heb, dan kan Bart's tegelwerk daar tegenaan. Ja, daar tegenaan. Dat is nog een originele stijl. Ja, ja. Jij probeert zoveel mogelijk oude planken natuurlijk te gebruiken. Ja, precies. En, maar hetgeen wat binnenin zit, dat heeft natuurlijk minder. Ja, ja, is minder. Maar de achterkant is nog de originele kleur ook, hè? Ja, ja. Het is een beetje blauwachtig, hè? Ja, je kan wel ook zien de afdrukken. Van ja. De hoogte waar de kastplanken hebben gezeten. De kastplanken hebben gezeten en de afdrukken. Ja. Van het begin en buitenom. Dus dat wordt weer helemaal origineel teruggebracht. Ja. En hier de vorm van het hoogje stond er ook nog op. Ja, het modelletje. Het ziet er leuk uit met een profieltje. Ja. En dan kun je gewoon zien dat het. Ja, want anders moest je het omkrozen. Ja, ja, anders heb je natuurlijk aan deze kant zit die, dat hoogje. Ja. Die dekplank. Zit helemaal omgekroost, ja. Met het profieldoek. Ja, heel mooi. En hier natuurlijk niet, hier zat het gewoon tegen de wand betimmerd, ja. Aan. Dus dat wandje komt tot zover, dat is dus, ja. Zo'n. Nou, ik zag dit uit met een profieltje. Ja, precies. Maar dan kan je nog wel leuk zien dat het zo gezeten. Ja, dat heeft hier een wand gestaan vroeger. Ja, ja, hier zie je nog een capie zitten van de deurdoorgang. Ja. En daar heeft dan nog een stijl gestaan. Ja, maar dat komt niet meer terug. Nee. Anders wordt het ook weer zo hokkerig, ja, allemaal. Ja, het wordt vrij hokkerig. Ja.
En je hebt de kastplankjes er ook helemaal in zitten, zie ik. Ja, ja. En worden die de deurtjes? Ja, er komen natuurlijk deurtjes in. Hier zie je al ongeveer de grootte. Oh, wat leuk. Mooi, hè? Wel leuk, ja. En als het goed is, komt het tegelwerk dan precies gelijk hiermee uit. Ja. Drie tegels naast elkaar. Ja. Ik hoor de pianostemmer. Ja. 7. Ik bedoel dit, hartstikke mooi zo. Ja, ik heb het even afgezaagd. Ja. Want het is ook gek om het natuurlijk rechtdoor te laten steken. Ja, ja. Maar je kan nu wel zien, leuk dat er dat de wand... Een wand heb gestaan, dat kan je in het plof van ook zien. Ja. Mooi. Ja, en verder is hij natuurlijk enigszins symmetrisch. Ja. Alleen deze kant is dan iets breder als die kant. Ja. En het deurtje staat ook al klaar? Ja, het deurtje staat klaar. En ik heb oude scharniertjes liggen. Ook nog? Ja, hele mooie. Scharniertjes. Oh, dit zijn hoekscharniertjes. Ja. Dus die kunnen dan ingehakt worden. Houdt die in het licht? Hier in het licht? Oh ja, prachtig. Mooie hoekscharniertjes. Ja. Hoe komen die er dan op? Die zitten, vallen erin, zeker? Nou, die zitten ingehakt in het hout. Oh, ingehakt. En ook in de deur, zeg maar. Ja. Aan deze kant, hoor. En die maakten ze vroeger dat soort scharnieren? Ja, ja. Wonderbaarlijk. En dan met knoppen en een worteltje. Ja. Deze. Die komt er ook op te zitten. Ja. Mooi. Oh, de piano's die zijn ook weer aan het... Ook druk bezig. Ja. Zo, dat is mooi. Sam? Ja, het begint wat te worden. Kun je dat deurtje verdiepen? Ja. Ja, dan moet er wel een ogief profieltje. Oh, dat komt eraan. Binnenzijde moet er aangemaakt worden. Ja. En ze moeten nog opgeklampt worden, hoor. Dat moet nog vastgespijt. Oké, dus het wordt nog helemaal... Zelfs de binnenkant wordt aan de details gedacht. Ja, en dan met een knop en een wortel. Ja. Mooi, hè, Sam? Ja, het begint leuk. Was dat ook origineel zo, zo'n klein deurtje? Ja. Ja. En dan moest je om een hoekie spulletjes pakken? Ja, want je wilt wel dat het natuurlijk symmetrisch is. Het moet symmetrisch zijn. Ja. Mooi, hè? Nou, met oude scharniertjes weer. Ja, ja, dat hebben we gezien. Oude planken allemaal. Mooi, hè? De hele boel is een beetje aangeveegd. Ja. En je bent nou een deur aan het maken? Ja, ik ben... Tenminste, een deur aan het restaureren? Voor de, van de meterkast, van de wand is hij. Oké. Okay. Je bent nou aan het opklampen? Ja, ja. En ik had het ook mooi afgewerkt. Zo'n originele deur, dit. Die zat er altijd al in, deze. Die is er nog nooit uit geweest. Nee, leuk is dat. En hier zie je het kozijn ook helemaal origineel. En Sam, de hoogjes zitten er ook op? Ja, ben ik mee bezig geweest. Moet alleen nog een profieltje aangehaald worden, maar weet nog niet precies wat voor profieltje. Hartstikke mooi. Ja. Deurtjes erin. Alleen nog een profieltje en klaar. Oh, kijk. Ja, ik ben begonnen met lijstwerk, want aan het plafond heeft er een hollijstje gezeten. Ja. Oh, mooi. Rondom. Hier moet hij natuurlijk nog afgezaagd worden. Ja, natuurlijk. De omlijsting van de schouw. Ja. En rondom de deur heb ik een architrave getimmerd. Oh, dat is ook al gebeurd? Ja, met een neut. En onderaan zit dan een plint. Met een neut en een plint? Ja. En hoe noem je dat? Nou, een architrave. Een architrave. Schitterend, hè. En waar zit de neut? Oh, de neut zit hieronder. Dat is het stuk tussen de deuromlijsting en de plint. Oké. Maar de plint moet ik er daar nog op timmeren. Ja, precies. Een stukje. Maar je kon precies aan de beschildering zien hoe groot alles geweest is en hoe groot de neut is geweest. Of
Ja, precies. En zo heb je het nagemaakt. Ja, en zo heb ik die kastjes ook nagemaakt. Zo zie je, ook al die afdrukken. Ja. Ja, en je ziet ook dat een profieltje eraan zit aan de onderkant. Ja. Dat kun je hier zien, hoe dat loopt. Ja, het is eigenlijk gewoon een... Een naïef? Nee. Ja, nee, een rondje eigenlijk. Een rondje? Gewoon afgerond, maar... Ik weet niet. Prachtig uit. Nou, Sam, je hebt het ook rond de bedstee gedaan. Rond de bedstees. En het kozijn daar ook. De hele wand helemaal gerestaureerd. Het is echt hartstikke mooi. Dan heb ik hier nog een stapeltje met Zie je hoe prachtig. Op bedstee ook helemaal Oh, hier zit wel de plint. Hier zit de plint en de neutie. Dit moet de schaal worden. Dat is het profiel. Kijk, hier zie je precies dat er een worf in gezeten heeft hier. En hier heb je gedraaid. En moet je kijken hier aan dit. Die details. Deeltje aangeheeld. En hier is het ook gedaan, maar hier is het dus nieuw. Dat was er niet meer, dit gedeelte. Maar aan de andere kant was het wel. Een dritje dus. Mooi hoor. Nou, Sam is bezig met de omlijsting van de schouw. Van de blokmalderswoning in de Pauw. Hartstikke mooi, moet je maar kijken. De lijst allemaal. Die heb je nagemaakt. Hoe het was. Het wieltje komt erop. Ja, vier zakjes of zo. Oh, okay. Oh, mooi. Deze staat in de hoek onder de vracht. Dus, hier zie je het, hè? Ja, misschien ja. Ja, goed, mooi. Ik zou wel op de eerste een beetje meer pijp doen, desnoods. Ja, dat mineweerstand is zo flexibel, hè? Sam, wat is, waar is dit voor? Het is voor in Oudenaar. Ja, maar... Oh, die onderkant? Ja. Nou, dat is zeg maar het boezemhout, als het ware. Dus dat zit... onder het metselwerk. Oké. Okay. Oh, dat... Oh, vandaar. Kijk, en dat valt er zo heel mooi in. Ja. Ja, ja. Dat valt er omheen. Oh, mooi zeg. Zo, en dan zit er ook nog weer een plint rondom. Dat kon je zien. Zit dan weer op de... Oh, zo ja. Boezem betimmerd. Nou, aan de bovenkant komt natuurlijk lijstwerk. Ja, dat heb je gewoon gekopieerd. Ja. Gekopieerd. En dat heb je gewoon met de zaagmachine gedaan. Het oude model, ja, met de zaagmachine. Die holling eruit gezaagd. Zo, prachtig zeg. Want ja, je hebt geen vrees die er kan. Nee, nee. Dat heb ik allemaal niet. En dan past dat precies hierop. En dan moeten we heel even... Ik moet nog bekijken, want je kan hier natuurlijk ook zien... Ja. Dat er iets van lijstwerk gezeten heeft. Ja. Nou, dit zijn oude deeltjes, heb ik gebruikt. Het is mooier als nieuwe plak. Ja, natuurlijk. Het is helemaal origineel, want dit is origineel. Ja, dit hebben ja. We gezeten. Dat hebben we ook gezien. En dan vormt het alweer aardig. Ja. Dat is wel weer leuk. En dan wordt dat hier zo aangeheeld. Ja, er moeten nog een paar plankjes bij natuurlijk. Ja. Het hoekje om en natuurlijk het lijstwerk, het hoekje om. Ja. En jij gaat verder met lijstwerk. Prachtig. Ja. Ja, ik heb een oud stukje, moet ik even opknappen. Oh, je hebt nog een oud stukje ook? Ja, dit is een origineel stukje ja. Lijstwerk. En dat ga je nog even restaureren, want dan heb je toch nog een stukje opknappen. Origineel. Ja. Want zo diep is die schoorsteen, die mantel. Ja. Ja, even goed nog wel groot. Ja, een bolletje. Maar het wordt prachtig, mooi Sam. Ja, leuk. Ja. Ja.